Ruud Boijmans, wat hangt er om je nek? Ja, kampioensmedaille, hè. Hoe groot is de ontlading? Ja, heel groot natuurlijk. We hebben een hele snoer voor gevochten. En ik denk dat we ook dik verdiend hebben. Zeker de laatste weken, als je ziet welke focus we hebben. En hoe we spelen. En ik denk vijf, zes overwinningen op rij. Dan verdien je gewoon kampioen te worden. En heel mooi dat Den Bosch gewoon daar gelijk speelt. En dat wij de titel pakken vandaag in eigen huis. Ja, maar de titel pak je over een heel seizoen. Omschrijf jouw rol eens dit seizoen. Ik heb veel gespeeld. Ik heb mijn goals gemaakt. Dus ook mijn steentje bijgedragen aan de titel. En het is gewoon heel mooi om weer belangrijk te zijn voor een team en helemaal om kampioen te worden. Steentje bijgedragen? Een flinke steen met al die goals? Ja, maar je doet het gewoon samen. Dat zie ik ook. We zijn bijna met 30 man. En bijvoorbeeld ook David Mull heeft toch wat minder gespeeld. Maar als je ziet hoeveel ballen hij na de trainingen heeft gepakt voor mij om extra af te werken. En zodat ik scherp ben en zodat ik beter word, is dat ook zijn titel. Dus het is gewoon echt, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en samen is het één mooi collectief geweest. Volgend jaar de Eredivisie in, alleen is dat met Willem II of tegen Willem II? Oh ja. In jouw geval? Dat weten we niet. Dat is nog even afwachten. Maar als het aan jou ligt? Als ik nu mijn gevoel laat spreken, en natuurlijk, dan wil ik heel graag bij Willem II blijven. En ik voel me heel goed hier, maar er zijn toch van meerdere factoren afhankelijk of ik kan blijven. En er is een nieuwe trainer en misschien heeft hij heel veel vertrouwen in mij. En dan is de kans groot dat ik toch blijf bij AZ. Maar de kans is ook zeker aanwezig, denk ik, dat ik bij Willem II blijf. Ja, daar heb jij toch in principe de grootste stem in als speler? Als ik wil vertrekken, dan is het heel duidelijk. Maar we zullen het zien. Nu spreek ik misschien vanuit emotie dat ik heel graag bij Willem II wil blijven. En dat heb ik al langer, dat gevoel. Dat is ook niet gek, want je bent hier gewoon de held. Ja, ik voel me gewoon heel goed hier. En ik heb heel veel vertrouwen vanuit de trainer die mij heel goed kan prikkelen. En dat heb ik lang niet gehad met een trainer. En dus wat dat betreft, heel veel complimenten voor de trainers die hier werken. Ja. Goed, jij meldt je in ieder geval, je gaat weer praten in Alkmaar. Maar vanavond is nog even feesten, denk ik zomaar. Ja, dat zeker. We gaan eerst feestje vieren en dan zien we wel wat er om afkomt. Zou je morgen denken, had ik dat laatste biertje maar niet moeten doen? Ja, dat zou goed kunnen.